Jullie weten het inmiddels, tomaten, dat zijn mijn favoriete groenten. Hè. En zeg nu zelf, als je dit ziet, dan kun je toch niet anders dan verliefd worden. Hè. Zoveel verschillende kleurtjes, zoveel verschillende vormen ook. Echt waar, er bestaan duizenden soorten tomaten. Maar als je wil dat je van deze soorten zaden kunt nemen om volgend jaar opnieuw te zaaien, dan is er een makkelijke handeling om dat te doen. Er zijn een aantal methodes om zaden te nemen van tomaten, maar ik zweer al jaren bij de gistingsmethode. Dat is echt waar, super simpel, gaat heel snel. Je hebt een bokaaltje nodig, een glas bijvoorbeeld. Je haalt de zaden uit de tomaat, je doet die in het bokaaltje, je vult die tot de helft met water. Je laat die 48 uur, afhankelijk van de temperatuur, gisten. Door een zeef halen, spoelen, laten drogen en klaar. Ik ga het even uitleggen, super simpel. Een bokaaltje dus. En mijn favoriete tomatensoort. Ik ga vandaag zaden nemen van Katinka. Katinka, ik ga het meteen ook gewoon van de plant plukken. Hè. Verser kan niet. Katinka is een geel-oranje tomatensoort. Super lekker, echt waar. Super zoet. Een van mijn favorietjes toch wel. Heel productief, maar goed, daar gaat het niet over. We gaan hem open snijden. Dus het kroontje verwijderen. Gewoon halveren. En dan heb je in het midden de zaadjes. Gewoon uitduwen. Vooral het resterende vruchtvlees niet zomaar weggooien. Hè. Daar kan je nog soep van maken of verwerken in sauzen. Zeker niet weggooien. Openduwen, dat kan ook. Je kunt nog eens spelen met je eten, terwijl dat anders niet mag. Nu heb ik dus een potje met zaden van Katinka. Ja, ik ga dat natuurlijk niet allemaal onthouden. Ik heb heel veel soorten. Dus, heel erg belangrijk, een etiketje. Dan ga ik dus gewoon de naam opschrijven. Ziezo. Ik stop dat gewoon in het potje. En ik vul dat een beetje aan met water. Niet te veel water. Zo is voldoende. Die gaan gewoon zo een 48 uur staan gisten. Daar komt een velletje op. En dat is een schimmel. Hè. Gisting is een schimmel. Dat haal je door een zeef. Die spoel je en dan leg je de zaden ten droge. Ja, dat gaat eigenlijk heel snel. Na 2 weken zijn de zaden min of meer helemaal droog. En dan pas mag je ze verpakken. En dan kan je ze toch wel een paar jaar bewaren. Dit lukt bij zowat elke tomatensoort. Tenminste, elke zaadvaste tomatensoort. Die is stabiel genoeg. Dat betekent dat hij dus elk jaar opnieuw zijn soort kan voortbrengen. Waar het niet mee lukt, echt een no-go, dat is de tomaat uit de supermarkt. Dat is een F1 hybride en dat lukt niet. Daar kan je geen zaden van nemen en elk jaar opnieuw zaaien. Dus heel veel succes.